Vandaan maakte al 9 jaar deel uit van de technische staf van VVV en gaf al eerder aan graag op eigen benen te willen staan. In Sittard wordt al weken gezocht naar een opvolger voor de ontslagen Peter van Vossen. Nu staat nog altijd Jeffrey Kooistra voor de groep. Maar voor 11 december moet er een nieuwe trainer zijn om puntenaftrek te voorkomen. Zo'n detail is dat VVV en Fortuna morgen tegen elkaar spelen. Van Daal is daarom voorlopig niet bij de training in Venlo en zit ook niet op de bank tijdens de wedstrijd. Ja, ik zit zelden, zoals jullie wellicht weten. Daar ben ik te onrustig voor. Maar ook daarna zal ik gewoon mijn 100% geven die ik al 1,5 jaar geef. En alleen dan in een andere rol. Maar nogmaals, dezelfde informatie kan gewoon bij de spelers komen.